Wij hebben consultants die afkomstig zijn uit de industrie. Dat wil zeggen echt daadwerkelijk retailervaring hebben, zowel in fysiek retail als in online retail. Daarmee kunnen we gemakkelijk de verbinding leggen met onze klanten. En daarnaast hebben we echt oplossingen die zich richten op met name op omnichannel retailers, zodat je het naadloos kunt integreren over de kanalen heen. Als IBM leveren we eigenlijk alles, vanaf de branding tot aan de outsourcing van de oplossing. Daarmee doen we dat tegenwoordig op een agile manier en leveren eventuele oplossingen ook vanuit de cloud aan klanten. Op dit moment is personalisatie, het persoonlijk aanbieden, toegespitst op de individuele consument, dat is een centraal thema. Daar onderscheiden we ons ook op en data, het gebruik van data wordt daar steeds belangrijker bij. Wat vroeger alleen kassadata was, wordt het nu ook ongestructureerde data, Facebook, Twitter en dat soort zaken. We zijn momenteel vooral geïnteresseerd in alles wat je met data kan doen. Daar hebben we het bijvoorbeeld over weerdata, Facebook data, Twitter data en natuurlijk de data die bedrijven zelf hebben. Die combineren we allemaal met elkaar en daarmee stellen we retailers in staat om nog persoonlijker hun klanten te bedienen en tegelijkertijd dat op een efficiënte manier te doen. Het is heel belangrijk als je online en fysiek wil combineren dat je daarbij zoveel mogelijk gebruik maakt van alle data die de klant aan jou geeft. Het is gewoon de naadloze integratie. De klanten verwachten het ook. Als jij bijvoorbeeld een nieuwe airfryer wilt kopen, wil je zeker weten, en hij is niet de winkel voorradig, dat je hem online kunt krijgen bij die klant. En dat verwachten ze ook, dat je hem dan online kunt afleveren. Dat betekent ook dat de mogelijkheden het combineren online en offline voor retailers groter worden. Consumenten maken eigenlijk geen verschil tussen mobiel winkelen en internetwinkelen en gewoon winkelen. Voor consumenten is het allemaal winkelen, zeker als je naar jongeren kijkt. Onze verwachting voor mobiel winkelen is dan ook dat het nog makkelijker zal worden dan het nu al is. Je ziet dat consumenten, zeker jong consumenten, steeds meer mobiel gaan gebruiken. Met name voor het oriënteren, het aankooppunt, dat is nog een punt waar mobiel moet verbeteren. Want dat is nog lastiger via mobiel omdat het formaat kleiner is. En daar zie je ook dat langzamerhand die formaten steeds groter worden om dat gemakkelijker te gaan maken. De winkel staat voor de toekomst. Er zullen een groot aantal winkels nog zijn waarbij ook het niveau steeds hoger wordt. Dat zal steeds meer personeel worden wat ook getraind is in het gebruik van technologie. Die naadloos kunnen switchen in het gebruik van tablets, kiosken, mobiel en ook mensen op hoogwaardig niveau advies kunnen geven. En ook eventueel kunnen doorverwijzen naar internet en andere zaken. Dus de adviesfunctie wordt belangrijker, maar wordt een andere dan die voorheen was. Waar die puur gericht was op het doen van het verkopen van de artikelen. Wordt nu ook steeds meer gericht op het geven van ondersteuning en advies. Al dan niet via internet of andere technologie. In de winkelstraat van de toekomst staat de ervaring voor klanten, persoonlijke aandacht van winkelmedewerkers en het voorkomen van neeverkoop voorop. Dat betekent ook dat winkels al hun voorraden beschikbaar zullen moeten maken aan klanten, zodat die op dat moment nog kunnen besluiten of dat ze het thuis laten bezorgen of gewoon meenemen naar huis. What's Going On in Retailing is het platform voor retailers om met elkaar in gesprek te gaan over de dingen die daar echt toe doen. Zoals omnichannel, gebruik van data en mobiel. Daar zie je gewoon de nieuwste ontwikkelingen die direct toepasbaar zijn voor de retailers van vandaag.